En ze hebben gevraagd, om de vergadering te schorsen. En ze zijn naar achteren gegaan, tas met geld gehaald. En proberen al daar 2 tot 3 leden om te kopen, om over te stappen. En ik ben toen weer opgestaan en ik heb twee van jullie gezegd: nee, jullie praten nu niet met deze mensen. En dat is ook niet gebeurd. Jullie praten nu niet met deze mensen, dat is ook niet gebeurd. En precies zo is dat ding doorgegaan. En op termijn zeiden ze: ze gaan even beraadslagen. En ze kwamen terug en ze zeggen: ze willen vergadering verdagen. De ALP heeft toen gezegd van nee, dat gaan we niet doen. Wij willen de vergadering niet verdagen. Ook die mensen die het eens waren. En ons AR, HR, reglement is duidelijk. Men geeft daaraan dat zodra 1/3 het niet mee is, het niet mee eens is om die vergadering te verdagen, men het niet kan verdagen. Het bestuur zei toen van nee, ik verdaag, ik ga weg. Ik zeg oké. U verdaagt niet, u verlaat de vergadering. En toen hebben ze de zaal verlaten. Ik heb toen een punt van orde gemaakt en ik heb de ALV gevraagd om niet te vertrekken. Ik heb de ALV toen gevraagd van, kunnen we het in stemming brengen om de vergadering voor te zetten en uit ons midden een commissie of een aantal leden plaats te laten nemen om de vergadering voor te leiden. De ALV heeft ja gezegd en dus toen mijn persoon en de mensen hier naast mij hebben we dan plaats genomen achter de tafel. Het betrof een motie van wantrouwen en ontslag. Ik heb aan de ALV toestemming gevraagd voor de gemachtigde van PVV om die motie in te dienen. De ALV heeft ja gezegd en als bestuur hebben we die motie in ontvangst genomen en zo behoort het in het verenigingsrecht. En als commissie hebben we even geschorst en hebben we die motie getoetst op de juridische vereisten, namelijk zowel de materiële als de formele vereisten. En als fungerend commissie hadden we geen reden om die motie niet in stemming gebracht. Die motie is toen in stemming gebracht en 26 van de aanwezige leden hebben voorgestemd en 1 heeft zich onthouden van stem. Ja, en het bestuur is dan per direct afgezet en heeft daar even verder gevraagd om dan de commissie van 5 mannen te behouden, bijgestaan door de leden Botsen van Voorwaarts en Shangur van Diva Boys, om lopende zaken af te handelen en binnen, ik denk, 6 weken tot 2 maanden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat is wat zich gisteren heeft afgespeeld. Dan komen we op het punt van, maar waarom heeft dat zich afgespeeld? De schandalen rondom SVB zijn te veel. En we zijn geen vreemden. Ondertussen weten we dat de dames niet meer onder het bestuur. Het ex-bestuur van Krishnadat willen spelen. De arbiters hebben moeite met ex-bestuur onder leiding van meneer Krishnadat. Ja, en de mannenselecties hebben we niet vergeten. Er zijn heel veel schandalen, maar de vraag is waarom zitten ze nog, hebben ze zo lang kunnen zitten? De mannen hebben altijd stemmen gekocht, machtigingen hebben ze gekocht. Kopen ze tussen de bedragen van $3,000 en $5,000, betalen ze. Ik was gisteren hier met een lid na de vergadering en de penningmeester van de SVB die belt die man en die man zit op luidspreker. En hij tegen me, ik loes uno, moet je want to do zonder lagi no de, want ik kom bakken naar uno. En die man zegt nee. En zo hebben we een aantal gesprekken waarbij de penningmeester de mensen van het vorig bestuur bedragen. Bij bepaalde mensen gaan ze tot bedragen van $5,000. En weet je wat ze doen?
Op termijn hebben ze misschien 10 machtigingen. Dan komen ze met hun vrouw, hun buitenvrouw, hun kinderen. En dan is er een vergadering en zo wordt er gestemd. Maar gisteren zagen ze bepaalde gezichten in de zaal, maar ze wisten niet wie is. Ze wisten niet wie. En er zijn heel veel zaken. We zijn nu bezig met een juridisch team om samen na te gaan. Hoe we de overdracht gaan aanpakken, want men is afgezet, men moet overdragen. Dus we zijn nu bezig met een juridisch team. Na dit zijn we dan even in conclave met ons juridisch team om dat verder aan te pakken. Over de FIFA en CONCACAF gaan we achter. Ja, zo dadelijk gaan we ook een mail sturen naar de CONCACAF en de FIFA om ze ook mee te delen dat het crimineel bestuur is afgezet en dat er dan een commissie is van 5 mensen ondersteund door 2 andere mensen om lopende zaken af te handelen en verkiezingen uit te schrijven. Aan u, de samenleving, wil ik meegeven dat wij niet terug zullen deinzen. We zullen niet opgeven. We zijn geboren om te strijden. En als wij niet strijden, gaat niemand ons voor ons doen. Dit is een nationale aangelegenheid. Net als een aantal jaren terug bij de politie moest ik strijden met mijn makers en gewoon het dit keer weer doen. Dank u.